Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 11 december 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Zoals misschien te horen is, ben ik niet bijzonder goed bij stem. Tegen de verwachtingen had ik vandaag ook nog een hoop QRL verplichtingen. Om genoeg energie over te houden voor de lange uitzending vanavond, doe ik vanavond opnieuw een uitzending tussen het begin van de avond, zeg maar. Op enigszins halve kracht. Ik hoop en denk dat het morgen of eventueel overmorgen ongetwijfeld weer lukt om een uitzending met data en met morsen te maken. Maar vandaag moeten we het even zonder stellen. Er is wel nieuws vandaag. Niet weinig ook. Er is opnieuw een intruder opgepakt op PI2NOS. Sinds enkele weken werd PI2NOS herhaaldelijk storing ondervonden van een niet geregistreerde amateur. Die moedwillig de verbindingen dwarsboomde van goedbedoelende zetamateurs, schrijft hobbyscope.nl. Onder het credo Leo probeerde de intruder gesprekken te frustreren door deze telkens te onderbreken en met belastende en storende berichten de QSO's te blokkeren. Rondom PI3UTR en PI2NOS bevindt zich een actieve groep radiozendamateurs die het verkeer voortdurend monitoren. Bij gebleken problemen wordt stationair een klein gebied afgebakend waardoor de locatie van de veroorzaker globaal bepaald kan worden. Inmiddels is hiervoor ook een experiment gaande met multilateration, een techniek die op basis van looptijd en binnenkomst op een reeks verschillende ontvangers een plaatsindicatie kan afgeven waardoor het pijlgebied verkleind wordt. De resultaten van de multilateration zijn in beperkte zin ook beschikbaar in de bekende kaart van PC7X, echter zonder de informatie die ook rechtstreeks door het monitoringteam van de repeaters beschikbaar komt. Als gevolg van de verstoring door de persoon die zich Leo noemt, is het pijlteam aan de slag gegaan en is de positie van de veroorzaker in een kort tijdsbestek vastgesteld in de locatie Beeldhoven. Met behulp van foto's van de locatie, opnames van de verstoring en de benodigde adresgegevens heeft overleg plaatsgevonden met de coördinator storingsmeldingen van Agentschap Telecom, die met het geval aan de slag is gegaan. Afgelopen week kwam het verlossende bericht van Agentschap Telecom dat de dienst succesvol gehandhaafd heeft. Inmiddels is dit de vijfde succesvolle actie van het PI3UTR en PI2NOS pijlteam binnen het tijdsbestek van ongeveer een half jaar. Het is duidelijk dat de gekozen aanpak een succesformule is. Het aantal storingen vertoont een duidelijk afnemende trend. De veroorzakers zijn primair aanwezig in en rond de grote Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Verstoorders met kwade bedoelingen worden primair vastgesteld in het begin van de avond, in de nachtelijke uren en in het begin van het weekend. Vooral op vrijdag en op zaterdagavond. Dankzij het pijlteam zijn behalve enkele stationaire intruders ook verschillende mobiele en portofoon-intruders succesvol gelokaliseerd. Een specifiek geval werd zelfs live onderschept en bij de kruising A1 en A6 in de omgeving van Muidenberg. Hamnieuws meldt dat er nog meer NOS-nieuws is. Een nieuwe ontvanger van het PI2-NOS-systeem is geplaatst in Tongeren bij Eindhoven. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Zouden ze anders moeilijk de repeater hebben kunnen gebruiken als aanstaande zondag de ontvanger in de gebranditoren tijdelijk uitgaat. PR3ELQ maakt me erop attent dat momenteel nog steeds geen gesproken elektron verschijnt voor slechtziende en blinde amateurs. De afdeling Hogeveen probeert het gesproken elektron weer van de grond te tillen. Maar ze hebben zelf niet de middelen of de mensen daarvoor. Je kunt in ieder geval een contactpersoon daar benaderen. En dat is PA3 Julia Delta, apenstaartje veron.nl is zijn mailadres. Dus PA3 Julia Delta, apenstaartje veron.nl. Ik heb zelf al geopperd of er niet een goede kwaliteit spraakt. Een synthesizer zoals die er tegenwoordig zeker zijn, dit werk misschien niet kan doen. Wie heeft er een suggestie? Ik heb zelf ook een behoefte aan een spraaksynthesizer momenteel met mijn stem. Het bericht is al een paar dagen oud, maar ik had er eerder geen tijd voor. De site vhvenhoger op veron.nl meldt dat er vanuit Dwingelo een satellietbounce QSO heeft plaatsgevonden. Geen moonbounce dus, maar reflecteren via een satelliet. Nu bijna twee jaar, of na bijna twee jaar proberen, lukt het Jan PR3FXB om een satellietbounce QSO te maken. Dat was 8 december geloof ik. Met Delta Juliet 5 Alpha Romeo in de 23 centimeter band. Let wel. De satelliet wordt dus gebruikt als passieve reflector met plane scatter of airplane scatter, of tenminste net als plane scatter en airplane scatter. Ja, ik doe het niet over vandaag. Ik knip de fouten er niet uit. Jan gebruikte de 35 meter grote schotel van PI9 CAM, DE5AR, een 3 meter grote schotel met 150 watt
bij de feed. De gebruikte mode is JT9H. Dat met de nieuwe JTS software van Joe Taylor wordt uitgegeven. De automatische doppelshift correctie plus min 60 kHz werd van de kant van DF5AR gecorrigeerd. De satelliet is de Okean O NORAD hekje 2568 met een polaire baan en ongeveer 650 kilometer ten hoogte. 650 kilometer hoogte en zelfs en een reflectieoppervlak van ongeveer 80 en 40 vierkante meter. In de rubriek VHF en hoger op elektron.nl kun je doorklikken naar de site van DF5AR voor meer informatie. Ten slotte, in België ontstond er in de afgelopen dagen discussie over het DMR-systeem Brandmeister. Een deel van de DMR-gebruikers zag het niet zitten en wilde terug naar het oude systeem DMR+. Inmiddels is er een oplossing, weet ik. Alleen weet ik even niet of dat nou met Brandmeister is of met DMR+, maar er kan wel weer tussen België en Nederland gewerkt worden. Nou, tot zover. Hopelijk heb ik morgen een stem, want ik beloof dat ik er morgen ben, maar als het gaat als vandaag. Goed. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.PA0ETE.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xtv.me.